Hallo, we gaan het vandaag hebben over privacy. De verwerking van persoonsgegevens, dat lijkt voor veel ondernemingen vaak een ver-van-mijn-bedshow, maar niets is minder waar. Er komen immers nieuwe Europese regels die een belangrijke impact hebben op hoe je met die persoonsgegevens kan omgaan. Daarvoor zit hier bij ons Anna Kraps, juridisch adviseur van de Unizo Studiedienst. Anna, de nieuwe Europese regels, die worden ook wel de GDPR genoemd, Waarvoor staat die eigenlijk precies, die GDPR? Ja, de GDPR is de General Data Protection Regulation. Um, dat zijn eigenlijk de nieuwe Europese privacyregels, die mm -hmm. in werking zullen treden vanaf 25 mei 2018. De um, grootste verandering met de huidige privacywet is dat um, de privacycommissie vanaf nu echt controles gaat kunnen uitvoeren mm -hmm. en ook effectief boetes gaat opleggen aan ondernemingen die niet in orde zijn met uh, de regels. Privacy dat lijkt vooral iets van grote bedrijven. Is dat ook van toepassing op zelfstandigen en KMO's, die nieuwe regels? Ja. Elke onderneming die een database bijhoudt, dus waarin hij dan persoonsgegevens bijhoudt uh, van zijn personeel, maar ook van klanten, van toeleveranciers, van prospecten en noem maar op, um, moet in orde zijn. Hè. Dus eigenlijk wordt er geen onderscheid gemaakt mm -hmm. tussen grote en kleine ondernemingen. Um, elke onderneming, dus elke zelfstandige en elke KMO, zal um, de regels moeten naleven. Oké, okay. laten we eens even. Uh, door de specifieke regels gaan of de regels van naderbij bekijken. Een, een eerste reeks uh, nieuwigheden waar je als onderneming Rekening mee moet houden. Kan, kan je die eventjes toelichten? Ja, um, een hele belangrijke is toestemming uh, in de GDPR. Um, het is heel belangrijk dat je op de juiste manier de toestemming vraagt van de betrokkenen. Het gaat eigenlijk over een opt-in. Uh, dat betekent dat de betrokkenen heel uitdrukkelijk en expliciet zijn toestemming moeten geven. Mm -hmm. um, daarnaast zijn er ook belangrijke regels voor minderjarigen. Minderjarigen onder de 16, daarvoor zal toestemming nodig zijn van, van de ouders. Um, en daarnaast zijn er ook nog regels uh, omtrent het doorgeven van, pers van persoonsgegevens aan derde partijen. Dus bijvoorbeeld, als je samenwerkt met een, uh, met een partner en je geeft gegevens door, dan zullen de, ja. zal je bepaalde gegevens, uh, regels moeten voldoen. Zijn er, zijn er al specifieke acties die ik uh, nu moet doen? Zijn er al bepaalde zaken die ik uh, moet doen om in orde te zijn met die nieuwe Europese regels? Ja, ten eerste is er een meldplicht in geval van een datalek. Uh, dus wanneer uw persoonsgegevens uh, wanneer dat die gestolen worden of wanneer dat u ze verloren uh, heeft, mm -hmm. uh, dan geldt er een meldplicht binnen de 72 uur bij de Privacycommissie of bij de betrokkenen zelf. Ja, Al die, al die verwerkingsgegevens uh, en dergelijke meer alle acties die je doet met die persoonsgegevens. Moet je die ergens bijhouden of, of, uh, of bestaat daar iets voor? Ja, de GDPR heeft ook de verplichting dat er een register voor de verwerkingsactiviteiten moet worden bijgehouden. Mm -hmm. um, en in dat register zal u dan uh, moeten aanduiden welke gegevens u bijhoudt, waarom dat u die bijhoudt, ja. hoe lang dat u die zal bijhouden, um, wie er allemaal toegang toe heeft en zo verder. Ja. Dan is er de felbefaamde DPO, de Data Protection Officer. Wat is dat voor iemand en moet ik die ook als onderneming uh, in mijn bedrijf hebben? Ja, dus um, sommige ondernemingen zullen ook een DPO moeten aanstellen. Um, het is eigenlijk een soort van preventieadviseur in zaken privacy. Um, het is niet zo dat elke zelfstandige en elke KMO direct zomaar een DPO zou moeten aanstellen. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk echt specifiek voor de bedrijven die echt um, big data als een core business um, gebruiken. Ja. Um, dus echt de bedrijven die aan profiling en direct marketing doen. Moet ik ook een assessment maken uh, in het licht van de nieuwe Europese regels op het vlak van privacy? Ja, dus um, in sommige ondernemingen zullen ook een, een DPIA uh, moeten uh -huh. doen, dat is een Data Protection Impact Assessment. Uh -huh. um, ook een soort van veiligheidsaudit waarin dat alle risico's in kaart worden gebracht en u heel uitdrukkelijk al uh, maatregelen gaat nemen um, hoe u die risico's gaat inperken. Maar deze verplichting is ook enkel voor uh, ondernemingen die echt um, big data als core business hanteren. Ja. Dan klassiek binnen privacy uh, heeft ja, degene van wie dat de gegevens verwerkt worden, heeft heel wat rechten uiteraard. Ja. Die, die moet weten wat er met zijn gegevens gebeurt, uh, die moet die kunnen inzien, die moet die kunnen opvragen, aanpassen. Uh, dat zijn zaken die, die, die gelijk blijven. Nu nieuw is dat er ook wel uh, strengere regels komen op vlak van het maken van profielen van uw klant. Ja, klopt. Dus uh, heel veel rechten zijn eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven en behouden. Uh, maar er is wel een verstrenging toegevoegd uh, wat betreft profiling. Um, en er is ook een nieuwe regel bijgekomen wat betreft uh, de overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dus uh, de persoon in kwestie heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde persoon. Oké. Okay. Tot slot, we hebben met Unizo een aantal aanbevelingen klaar voor ondernemers, hoe ze dit nu praktisch allemaal in hun bedrijf kunnen aanpakken. Misschien kunnen we die even overlopen. Een eerste aanbeveling is: ja, denk eerst na over uw privacybeleid. Inderdaad, klopt. Uh, dit is eigenlijk de ultieme moment om inderdaad na te denken over hoe wil ik mijn privacybeleid gaan vormgeven. Mm -hmm. um, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de GDPR eigenlijk bezien als een, als een opportuniteit. Yeah. Um, Mensen gaan privacy meer en meer als iets heel belangrijk uh, beschouwen, zowel klanten als andere ja. ondernemingen. Um, Je dus, kan daar eigenlijk het verschil gaan maken als, ja, als onderneming met een privacybeleid. Ja, klopt. We kunnen het eigenlijk echt als een concurrentieel voordeel uh, gaan ja. uitspelen. Ja. Er is natuurlijk wel een timing die in de gaten moet gehouden worden. Tweede aanbeveling: wacht niet te lang. Klopt, um, 25 mei 2018 treden de regels uh, in de werking. Dus dat komt erop neer dat uh, zelfstandige KMO's nog een jaar de tijd hebben om zich in de regel te stellen. Derde aanbeveling, ligt uw onderneming door? Hoe kan je best uw analyse maken als onderneming? Ja, um, het is heel belangrijk dat je probeert zicht te krijgen op de data in je onderneming. Um, dus gaan kijken welke gegevens hou ik allemaal bij. Um, waar houd ik die bij en welke database, wie mm -hmm. heeft er allemaal toegang tot die database, um, hoe lang houd ik die gegevens bij um, en zo verder. Ja. En dan ten vierde, dan moet je de nodige aanpassingen, de concrete aanpassingen doen. Hoe doe je dat best concreet? Ja, dan ga je best na um, welke aanpassingen je moet doen aan je contracten, aan arbeidsreglementen, aan de algemene voorwaarden en zo verder. Um, ook moet je gaan nak nakijken uh, welke Processen intern binnen de organisatie moeten worden aangepast. En ten derde, um, op technisch vlak um, moet er IT-structuur IT worden aangepast. Dan moet je ook de nodige technische um, aanpassingen gaan doen. Oké, okay, bedankt Anna voor de uitleg. Misschien nog meegeven dat wij met Uniso ook uh, ondernemingen heel concreet ondersteunen met een privacy scan. Daarbij kan je zelf met een aantal kliks aanvinken uh, hoe. Je met die privacy uh, geraakt wordt binnen je bedrijf. En dan voorzien we ook een checklist hoe je dan heel concreet stap voor stap die nieuwe regels allemaal on, uh, in jouw zaak kunt uh, in orde brengen. Je kan dat allemaal ook nog eens heel haarver nalezen in deze snelwijzer. En alle informatie die staat ook op onze website, onze themapagina: www.unizo.be. privacy Uniso. versterkt ondernemen. Uniso.